Ik ben op een plaats die nog geen 40 jaar oud is. En in die tijd is deze uit de hand gelopen nieuwbouwwijk aan het water uitgegroeid tot een van de 10 grootste steden van Nederland. Dit is Almere. Almere is een gemeente in de provincie Flevoland. De eerste inwoners kwamen in 1976. Ooit was dit zee, nu wonen er meer mensen dan in Lelystad. Als je een nieuwe stad gaat verkennen, kun je dat heel braaf wandelend van de ene locatie naar de andere doen. Maar ik weet iets leukers. Wij gaan op de Segway. Dit is de snelweg Segway Swirl. Waar komt de Segway precies vandaan? Het is een Amerikaans product. Mm-hmm. Ja, daar is hij helemaal ontwikkeld en ondertussen rijdt hij in alle grote wereldsteden. Hè, wel. En zijn er bepaalde circuits waar je op je Segway lekker los kunt gaan? Of, Ja, weet je, het voordeel van Almere is dat alle fietspaden, wegen en busbanen gescheiden zijn. Ja. Dus je kan hier echt heel veilig tours organiseren. Want wat voor plekjes kom je dan langs? Je komt bij de recreatieplassen, waar we net vandaan zijn gekomen, de Noorderplassen. Mm-hmm. We gaan straks naar het stadscentrum toe. Ik moet zeggen dat ik de Segway echt... Ik kan er gewoon niet stil op staan. Ik vind het fantastisch. Zal ik hem dan de andere kant op draaien? Dan kunnen we dan een leuk interview zo. Dit is de dubbele swirl. Volg ons? Yes! Ja, we zijn hier nu echt op het restaurantplein, hè, van het nieuwe stadscentrum. Er komen steeds meer restaurantjes hier omheen. Nou, je ziet het allemaal leuke terrasjes, verschillende tentjes, pizza tent. Het wordt eigenlijk steeds gezelliger op zo. Pizza swirl. Nou jongens, het was leuk. Ik ga nog even de roltrap swirl doen. Ik ben te lui om te lopen. Ik zie jullie weer. Doeg! Als je Almere aan het bezichtigen bent en je krijgt opeens de ongegeneerde behoefte om op een bijzondere plek te slapen, dan hoef je niet ver te zoeken. Want hier kun je lekker slapen in een boomhut aan het water. Dit is wel gaaf, want ze hebben hier dus deze boomhut gewoon om de boom heen gebouwd. Kijk, hier ben ik. Hallo. Hallo. Dat bedoel ik. Je hebt hier niet zoveel, maar je hebt ook niet veel nodig. Koffie, thee, je wekker, bordspellen, badjassen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk om het uitzicht, want dat is waarom je hier slaapt. Je hebt hier dus ook een soort van touwconstructie waarmee je ontbijt gewoon kunt ophijzen 's ochtends, zodat je niet in je blote snikkel de trap af hoeft. En hier volgt een reconstructie. Ik heb fantastisch geslapen in mijn boomhut met fantastisch uitzicht van het natuur. Eens even kijken wat er te eten is. Oh, een mand met ontbijt. Nu kan ik genieten van mijn fantastische ontbijt die mijn vakantie helemaal geweldig maakt. En wie liever niet in een boom slaapt, kan altijd nog op het water slapen. Want daarvoor hebben ze hier een heel leuk, gezellig kampeervlotje. Maar ik vind de bomen toch wel net iets fitter. Almere is een stad met veel verschillende festivals en evenementen. En dit is waarschijnlijk wel een van de bijzonderste, want dit is het Almere Street Festival. Hier komen alle culturen van de stad samen. Vandaag hebben wij Street Festival in Almere met 20 internationale streetpainters. Want wat is dit precies? Nou, dit is eigenlijk een hele rare vlek als je het van deze kant bekijkt. Het grappige met 3D is, je kunt het maar op één plek goed zien en dan moet je ook nog door een camera kijken. Het voelt super gek, want hier is het gewoon plat. Wat veel cultuur hier zo gaat. Ja, best wel toch? Ja. Almere. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik dacht dat Almere een beetje een duffe stad zou zijn, maar mijn vooroordelen zijn tegengesproken. Ze hebben hier dingen voor ouderen en ook gewoon voor jongeren. Je kunt hier echt wel leuke dingen doen, dus mijn vooroordelen zijn weer helemaal van de kaart. Ik vind het lauw hier zo.